Kijk, dit is mijn nieuwe fiets. Kijk, een mooie fiets. Kijk. Een gezellig fiets. Hij is niet zo oud. Ik schat een jaar of zo, of een paar maanden. Dus een leuke fiets. Een leuke fiets vind ik dat een leuk. Hey, hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag zaterdag. En buiten bij het parkje hier. Kijk, ik ben hier bij het parkje. Met de waterzuiveringsinstallatie. Ik ook, dus. Wat heb ik vandaag vanmorgen gedaan? In uitgelapen, de euro's kwart over 9. Toen even een brente gegeten, wat stevig ontbijt, eitjes erbij en zo. Het is altijd een eitje erbij, twee eitjes. Dus toen naar mijn moeder geweest voor een bak koffie en een snelle jelle en twee glaasjes ijsthee. Dus dat is wel even gezellig. Mijn moeder weer. Mijn moeder vindt dit weer niks, dat koude weer. Dus Het is straks weer voorbij, volgende week wordt het weer warm, zei Piet Paulusma. Dus vanmiddag naar mijn broer toe, mijn schoonzus en klein neefje. Ik ga naar Sinterklaas toe, dus ik kom hier bij de waterpoort. Dat is altijd wel leuk voor mijn kleine neefje en klein neefje. Altijd wel leuk voor mijn kleine neefje en klein nichtje. Dus ik zal jullie mijn nieuwe fiets laten zien. Ik heb hem gisteren gehaald. Kijk, klaar dat roepje erin. Normaal gesproken waren de bomen al kaal geweest volgens mij. Al laat dit jaar, maar ja, dat zei Pieter al, hè. In Noorwegen zo ligt van pak sneeuw of zo. Maar gaat volgende week veranderen, want het komt wat zachte lucht de kant uit. Dus ik laat nu. Dit is mijn nieuwe fiets, kijk, een mooie fiets. Kijk. Een gezellig fiets, hij is niet zo oud. Ik schat een jaar of zo, of een paar maanden. Dus een leuke fiets. Een leuke fiets. Kijk. Achter zit een trommelremmer, denk ik. Daarvoor zit er van die andere remmen op. Goed merk, Shimano, Japans of zo. Is dat het? Kijk. Shimano geloof ik. Deze lamp. Dynamo zit nog dynamo op. Geen naaf. Maar dat remt wel de snelheid wat af als je aan is. Want dynamo op het wiel zit, dat remt de snelheid wel wat af. Maar voor de rest. Geen halogeen lamp voor mij. Nee, een reflector. Nou, een mooie fiets, gisteren opgehaald. Dus ik ben blij met de fiets. Dus dan kan ik weer met fietsen. Misschien dat ik volgende week zaterdag naar de bunkers ga. Om de verlaten bunkers weer in te opnemen. Ik wou weer in die andere bunker proberen te komen. Als je weer te dienen, kan ik daar wel heen met de fiets. Dus ben ik er ook zo. Wel een uurtje, anderhalf uurtje fietsen en zo. Bijna twee uurtjes. Maar dat moet ik even bekijken. Moet weer wat volgende week en zo. En dan doe ik even mijn werkschoenen aan, een andere broek, want anders wordt het weer smerig. Broeken ook weer, nieuwe schoenen ook weer, gaan heel kapot waarschijnlijk. Dus kijk. Mijn poesje van de telefoon die valt. Een waterzuiverinstallatie moet er nog een deel van maken, maar dat zal ik morgen gaan doen. Kijk, had ik melden bij de beheerder. Maar die is waarschijnlijk nu niet de beheerder, hè? Die is waarschijnlijk nu niet. Kijk, een mooie fiets jongens, een mooie fiets dit hè. Gisteren gehaald. Die andere fiets gaat weg. Ik heb er niks mee. De remrij is ook niet goed van die andere fiets. Dus deze remt veel beter. Deze fiets remt veel beter. Kijk. Mooi hè. Een beauty hè. Een beauty. Maar hij. Dus. De vader ziet nog steeds aan de bomen hier. Vraag me af wanneer de bladeren echt van de boom nog zijn. Als dat kan december wel zijn. Maar fijn. Dat is mijn broer gewoon 1 uur moeten wezen. Half twee komt Sinterklaas aan, of 2 uur, ik weet het niet zeker. Dat weet ik zo niet zeker. Dus. De bos. Leuk de bos neer. Dus morgen ga ik weer de bos in. Kijk hoe de herfst is in de Zwette en Snekerbos. Kijk hoe daar de herfst is. Ik ben benieuwd hoe de herfst zich daar weer voortzet. Hier een bladeren troep. Wat een bladeren hier. Kijk, zie jullie? Wat bladeren hier. Yes. Maar ga ik zo hier naar huis. Nou, in vette vloggen en zo. Vanmiddag nog weg. 1 uur moet ik weg. Ja, moet mijn broer schoonste en zus wezen. Dus, in 11:30. Een soort pollen bewerken. Morgen kom ik even met een wat langere vlog. Ja, dit wordt waarschijnlijk ook wat langere vlog, maar... De 100ste vlog wordt een langere vlog. Ik denk niet een uur, want dat duurt dagen voordat het online is met mij. Maar ja,
dat is over een paar vlogs. Het is het 93 vlog dit. Ja, schiet op. Dus. Maar fijn. En die pannenkoeken moet ook even gebeuren, jongens. Dat wil ik tegenaan boksen, omdat even voor elkaar te boksen. Om elkaar te krijgen. Ik hoop dat morgen wat lukt. Dus moet ik toch binnenkort. Ik zie het binnenkort hier, jongens. Maar fijn. Kijk. Ga ik nu weer in een huis. Eten en zo. Dus dat is ook weer weg. Dus ik heb altijd druk hier in het weekend. Soms heb ik het wel eens druk hier. En normaal ga ik er 2 uur naar mijn broer en schoonzus. Maar omdat die Sinterklaas komt. Dan kom ik weer rellen om, hè. Polities en zo moeten bij. Ja, als er trouwens allemaal polities bij moeten, jongen, dan is dat toch gebeurd. Dan kost het klauw van geld. De polities moet ook betaald worden natuurlijk, hè. Dus ook geen katapeers. Maar fijn, je gaat naar huis. En zie ik jullie zo thuis. Thuis, ben je thuis? Ja, wat fris buiten en zo. Dus ja, leuke fiets, jongens. Ik hoop dat jullie het ook een leuke fiets vinden. Een mooie fiets wel, niet zo oud. Ik denk een paar maanden of zo, een jaar, hooguit. Dus een leuke fiets. Dus in het parkje geweest. Poepke. Maar morgen ga ik weer in de bossen, in het Sneekerbos, kijk eens uit de bossen. Kijk hoe, in het Rastoverpark, er zou ook wel veel bladeren liggen, denk ik. Ik denk dat de herfst nu echt wel begint. Dus hier ligt de trainerij. Ga ik maandag weer van start met de trainerij. Dus een week rustig gaat. Dus gaat zeker goed komen. Dan ga ik zo in de vlag sluiten. Zo weer in eten en zo. Eén uur bij mijn broer en schoonzus. Dan gaan we naar Sinterklaas, hier bij de Waterpoort. Maar zei je al, als er straks veel politie's en mee bij die intocht moet verwezen. Ja, dat kan ze net zo goed afschaffen, jongens. Want dat is niet leuk meer. Maar van ja, dat heb je. Hè? Dat heb je. Zwarte Piet. Dus dat, ja. Dus, ja, voor de rest. Ja. Op de 100ste vlog. Dat gaat over een paar. Een week of zo, denk ik, dat het wel de 100ste vlog is. En ik hoop ook dat ik ook even 50 abonnees krijg. Ik heb nu 47 abonnees, maar ik hoop toch wel dat ik naar de 50 abonnees krijg. En volgend jaar misschien wat meer naar de 100 abonnees. Maar dat moet ik even bekijken. Dan wachten we maar even stiekem af. Dus. Maar ga zo even eten, broodje eten. En dan start ze naar broers, schoonzus. En zie jullie morgen weer terug. Morgen weer terug bij een nieuwe vlog van mij. Dan kom ik even vanuit de bos nemen. Dus dat wordt weer even leuk. Dus zeg dan door een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer video's. En hopen dat ik 50 abonnees krijg. Als dit jaar nog lukt, anders wordt het volgend jaar waarschijnlijk, maar dan moeten we even bekijken. Zeg en volg me op Instagram en Facebook en graag tot morgen bij een nieuwe vlog van mij. Shit!